We zitten hier bij een wooncomplex voor jongeren, onder een bepaalde naam. Hier heb je van de Bentstichting. De locatie heet Van Heidenstraat. Ja. Nu hebben jullie vandaag een klein feestje voor de bewoners georganiseerd. Vertel eens. Dit in verband in de coronatijd bestonden we 10 jaar, maar toen mochten we dus niks. Dus uiteindelijk hebben we dat nu op dit moment gedaan, nu dat alles weer vrijgegeven is. En ze hebben toch nog een feestje verdiend natuurlijk. En daar hadden ze allemaal zin in. Zeker weer, ja. Ze zijn hier wel van de feestjes. Een lekker hapje, een lekker drankje. Ja. Kun je eens iets vertellen over de bewoners en over deze locatie en hoe nodig het allemaal is? We hebben hier 13 cliënten. Ze hebben allemaal hun eigen volwaardig appartement. Dat houdt dus in de slaapkamer, woonkamer, keuken, badkamer. Het is hun huis en waarin die nodig krijgen ze begeleiding van ons. Ja, wij noemen dat een beetje ambulante begeleiding. Ja. 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 Wij komen op afspraak. Gaat ze nou zeggen hoe iets moet? Nee, dan als je bijvoorbeeld hulp hebt met schoonmaken of wat dan ook, dan gaan ze je daarin begeleiden en helpen ze je daarmee. Als je echt gewoon je afhuishoudelijk of als je bijvoorbeeld de keuken schoon wil hebben of wat dan ook, keukenkastjes of dat soort dingen, maar ook wel andere dingen. Ze begeleiden je ook wel, kan je zo'n voorbeeld noemen? Koken hoef je niet, jullie gaan laten samen. Ja, ik mag wel zelf koken, maar je mag ook ervoor kiezen om je in te schrijven in de inloop. Maar dat hoeft niet. Ik heet Jeffrey Attink en ik kom uit Beckham. En ik heb een dochter van 8 jaar dus, en ik woon bijna nu 10 jaar hier, bijna. En ik ben hier in 2014 gekomen wonen. Maar jouw dochter woont niet bij jou? Nee. En vandaag is het feest, hè, waar je woont? Ja, dat klopt, 10 jaar bestaan. En het is 10 jaar bestaan en we mochten in de coronatijd mochten we niet feesten. En daar hebben we nu even echt een inhaalfeestje. Het is heel gezellig daar binnen, hè? Ja. Een lekker hapje, een lekker drankje. Ja, dat klopt. En komt er nog een buffetje bij. Dus een Chinees buffetje, die komt om 5 uur. En dan gaan we lekker genieten vandaag. Goed zo. En hoe fijn is het om hier te wonen, Jeffrey? Ik vind het wel leuk om hier te wonen, zeg maar. Ik heb ook één heel groot appartement, omdat mijn dochter om het weekend bij mij kwam. En dat is, het was eerst één gebouw, zeg maar, en daar hebben ze uitgebreid naar 2, zeg maar. En is één groot complex geworden nu. Er is 24 uur iemand hier aanwezig voor de bewoners? Dat zou kunnen, maar onze cliënten hebben allemaal een dagbesteding. Dus op het moment dat hier geen cliënt aanwezig is, zijn wij er ook niet. Dus als ze aan het werk zijn, dan is dit gebouw leeg. Ja. En waarvoor zijn jullie vooral nodig? Wat voor hulp hebben ze? Ja, dat is heel divers, hè. Dat kan van leren koken zijn. Het kan de was doen. Maar het kan ook een momentje zijn van even met elkaar gezellig kletsen. Of als ze ergens mee zitten. Dus eigenlijk heel divers eigenlijk. Ja. Ja. Dus het kan eigenlijk niet te gek wat niet nodig is. Ja, tot nu toe wel gezellig. Ja, dus ik vind het wel leuk. Is het fijn om met meer jeugd van jouw leeftijd hier zo bij elkaar te wonen? Geeft dat een fijn gevoel? Dat maakt me op zich niet zo heel veel uit. De leeftijden zijn heel verschillend, maar dat vind ik niet zo heel erg. Ik heb, ondanks dat ik hier woon, heb ik zelf ook nog een eigen vriendenkring. Ook met mensen. En nu wonen ze onder begeleiding van jullie. Is het ook zo dat het altijd zo blijft? Of kun je ook zo goed worden dat je steeds dat meer zelf kunt? Dat kan. Er zijn bewoners hier die ingeschreven staan bij mij. Ja. Die gaan dan nog meer op zichzelf met ambulante begeleiding. Dat ze dan maar 1 of 2 keer in de week iemand over de vloer krijgen met de hulp wat ze nodig hebben. En hoe voelt dat je het grootste huisje maakt? Ja, ik vind dat wel heel leuk, het wonen. En het complex is ook wel mooi. En vooral voor mijn dochter is dat fijn. En je wordt een beetje begeleid, hè? Ja. Waarin heb je vooral hulp nodig? Met mijn dochter heb ik begeleiding nodig. En ik heb begeleiding omdat ik autistisch heb. En daar heb ik dan ook begeleiding bij nodig. Maar je kunt het niet aan me zien, gelukkig. En hoe fijn is het om dit werk voor deze jongeren te kunnen doen? Het is wel vrij dankbaar werk.
het is wel dat je ziet dat ze toch nog weer wat leren. En vooral vanuit hun thuissituaties komen hier. Ze komen op zichzelf wonen. En dat ze toch nog weer dingen kunnen. Dat ouders ook zeggen van, nou, dat had ik nooit verwacht. Dat ze dit nog zouden kunnen gaan doen. En dat is wel heel mooi om te zien. En hoe voelt het om vandaag het 10-jarig bestaan te kunnen vieren met ze? Ja, leuk. Heel leuk. Maar goed, we hebben het onderling al over gehad. Er zijn nog maar 4 cliënten vanaf het begin die nog hier wonen. De rest is allemaal nieuw. Of overleden. Er zijn ook al een paar mensen overleden. Ja. Dus er is wel heel veel gebeurd in die 10 jaar of 12 jaar.